Nou, er zitten een aantal studenten in de zaal die, als ze het beste zijn, geld kunnen winnen. Maar die moeten ook inschatten wie van de vier bekende Nederlanders die meedoen, wie van de vier gaat winnen. En als ze dat goed raden, dan verdelen ze een pot met geld. Ik denk dat een heleboel studenten daar enorm van opknappen in deze tijd. Nu is het toch meer zo van, oh, hij heeft de slimste mens gewonnen, dus hij zal wel alles weten. Ik ga me meteen indekken, want 2021 was natuurlijk super druk met werken, dus ik heb het weinig kunnen volgen. Met het einde van het jaar in het vooruitzicht wordt het Linda soms allemaal een beetje te veel. Oh, dat heb ik altijd heel erg zo rond kerst. De donkere dagen voor kerst, die doen het wel met mij. Wordt altijd mega emotioneel. En dan ben je heel erg dankbaar voor het feit dat we allemaal goed het jaar doorgekomen zijn. En dat we weliswaar een kleine kring, maar toch met een deel van de familie kerst kunnen gaan vieren. En ja, we hebben nog ons werk kunnen doen. Hoe fijn is dat? Zoveel mensen konden dat niet, omdat dingen dicht moesten. Dus genoeg om dankbaar voor te zijn. Met de quiz van het jaar blikt Linda terug op een bewogen tijd. Wat een jaar, 2021. Dat gaan we niet licht vergeten, denk ik. Een jaar, denk ik, dat voor heel veel mensen heel veel dieptepunten gekend heeft. Maar wij gaan proberen bij de quiz van het jaar vooral toch de leuke dingen te belichten. Hoewel we niet voorbij kunnen gaan aan een aantal flinke dieptepunten. Maar we doen heel erg ons best om ook de leuke dingen, de lichtpuntjes, de positieve nieuwtjes van 2021 te brengen.